the man. Oh, my honey, oh, my honey, let me take you to Alexander's Brass Band, Grand Band. Won't you come in along? Come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. That's bad, what am? Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear that Swanee River played in ragtime, come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Thank you.
Thank you.
Thank you.
the leader man ratchet me the van. Oh my honey, oh my honey, let me take you to Alexander's Brass Band, Grand Band. Won't you come in along? Come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. That bad, what am? Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear that Swanee River played in ragtime, come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Thank you.
Thank you.
Take you to Alexander, grand band, grand band. Won't you come in along? Come on in here, come on in here. Alexander, ragtime band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. Honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear that Swanee River played in ragtime, come on in here, come on in here. Alexander's ragtime band, yeah. Thank you.
Thank you.
Thank you.
the van. Oh, my honey, oh, my honey, let me take you to Alexander, Grand Band, Grand Band. Won't you come in the lawn? Come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. That's not the best band, what I am. Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear that Swanee River playing ragtime, come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Thank you.
zou nog niet zo meer. Is het niet allemaal zo gezellig wie me koor? Ze vrouw u tegen het hoogste woord, maar de kerels hebben gebroed. Zo het gaat niet al best, zo het gaat niet al best. Zeg Lena, heb je dat gehoord? De vrouwen hebben het hoogste woord. Nou, dat zal hij de merken. Hij zal wat beleven. Laten we hem maar gauw een lesje geven. Ziezo, dat is dat. Die heeft een lesje gekregen. Die komen we voorlopig niet meer tegen. En nou weer serieus. En delen u mee, wij willen iets vertellen over TETV. We beginnen met het pioniers van het eerste uur. E-Prummel, H. van Polen, L. Voorstra en J. Talen waren samen het bestuur. We moesten natuurlijk ook contributie betalen. Die gingen aan 10 cent te betalen. Men bracht één succesvol elftal op de been. Jan Talen stond in het doel naar het mee. Wie er meer in speelde is een beetje een vraag, zodat het me niet aan de juiste opstelling werd. Het staat wel vast, zo is mij verteld, dat uit de volgende spelers een elftal werd samengesteld. Arno, Pieter en Dylan Borg, Lamme Boekholt, Otto Lenega, Arend en Geert Kroeze, Roelof Sanders, Jan Scholtens, Meester Kooistra, Lamme Koops, Huim de Jonge en August van der Merken, de Bel, werden ook nog genoemd. Het waren spelers van klasse, werden al heel gauw beroemd. Men speelde op een weiland, dit is al verteld. Het werd door dubbelvoer beschikbaar gesteld. We gaan nu even naar 1939. Ja, om niet te vergeten. De oude garde zal het nog wel weten. Men was 4 jaar kampioen, nu kwam het erop aan. Men wilde de KNVB binnengaan. Een promotiewedstrijd tegen hun zoon, de grote rivaal. Nu gaat het gebeuren, dachten de supporters allemaal. De wedstrijd werd gespeeld aan het veld van Duinenveen. In grote drommen trok men er heen. Nog altijd zegt men dat het aan de scheidsrechter lag. Die man, meende de TNVB, had beslist niet gedaan. Hun zo won met 4-3 en het is werkelijk gebeurd. 5 doelpunten van TETV werden afgekeurd. Bovendien moest Lange Boekhout het ook nog bezuren. De scheidsrechter ging hun het veld uitvuren. De supporters waren razend. Wat een gedonde. Hier was er maar 1 straf. De scheidsrechter moest het kapje om. Stevige handen vatten en been. Ploem in de sloot. Het klonk een akelige kreet. Men had echter geen medelijden toen de scheidsrechter groen als een kikker uit de sloot was getrokken. Men liet hem als een verzopen kat en vol met troost naar de kleedkamer lopen. Tot zover ons verhaal, zodat we naar gaan. Ik kondig nu het optreden van Geert en Margie van Polen aan. Herinneringen schieten mij te binnen over ons TETV. 1951, een wedstrijd tegen de Ambonezen. Jongens, toen zat het niet mee. In de rust dacht men, dat gaat ons gemakkelijk van de hand. TETV stond voor, al 3-0 was de stand. De Ambonezen dachten anders, zeiden, nu zal het wel moeten. Wij gaan voetballen op blote voeten. Als straaljagers gingen ze er tegenaan. TETV is er dan ook met 3-0 ingegaan. Dat was niet zo best, maar in 1952 zat het wel mee. Men promoveerde naar de 4e klas KNVB. Men speelde om de promotie tegen Dalen en deze club ging de ruststand op 3-0 bepalen. Toen werd TETV wakker. Ze gingen er tegenaan. Op het scorebord van 5-3 voor TETV te zijn. De volgende jaren op en neer, promotie, degradatie, maar TETV bleef bij de supporters in de gratie. In 1966 ging het dan eindelijk gebeuren. Het wordt nog verteld in geuren en kleuren. Trainer Albert Veen bracht de ploeg naar de 4e klasse KNVB.
derde klas kijkt in deze. Hij spreekt maar zelf, men was uiterst tevreden. Heel tweede mond stond nu op zijn kop. Albertijn had in de rust al een pakje zware van Nelle op. Een 1-0 achterstand tegen Eets, dit was niet zo fijn. Maar toen bleek weer, de TVV is mochten er zijn. 5-1 voor TVV was de eindstand. Dit betekende feest, en ik kan u zeggen dat het een dolle boel is geweest. Er is nog een herinnering die mij te binnen schiet. Ik kan u niet zeggen of het waar is of niet. Het is mij wel voor waarheid verteld, dus ik neem aan dat het werkelijk zo is gegaan. Er was een bestuurslid, ik noem geen naam, de man was actief en was zeer bekend. Hij zat van 3 verenigingen in het bestuur en hij deed zijn werk met ijver en vuur. Maar nu komt het, nu zal je beleven. Op iedere bestuursvergadering werden er 2 borrels gegeven. Ons bestuurslid dacht, dit laat ik niet lopen. 6 borrels op 1 avond, dan hoef ik niet meer te koken. Want toevallig kwamen alle 3 besturen op 1 avond bij Deus bijeen. Dus ging hij om de beurt naar alle 3 vergaderingen heen. Maar pas een gegund, er werd niet gezeurd. Na een zicht is het later ook nog eens gebeurd. Maar, kom maar, ik ga het hierbij laten en laat nu de anderen voor u praten. Op voetbalveld is niks te doen, door is er lang naar plus. Ik kreeg een schop tegen mijn baan en ik een trap in kruis. Ik kreeg een snee in het oor en ik een snee in billen. Op voetbalveld kom je nooit weer, trek je ja geen billen. Tra la 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 la. Zomaar in mijn neus, een ander mee in het oor. Ik kreeg een stomp in het oog en ik een stomp in het moog. Op voetbalveld kom je nooit weer, wie wil je mij vaak sloom? Tra la 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 la. Over het gezicht en ik ooit over het hart. Hij kneed me in mijn wang en ander me in het gat. Op voetbalveld kom je nooit weer, zodat je altijd wat. Tra la la la. Ik kreeg een schop tegen mijn gat en ik een schop in het lief. Hij speerde me in het gezicht en ander me in het oor. Op voetbalveld kom je nooit weer, ze sloeg je in mijn koor. Tra la la la. Het op weer in, al wat het soms ook pijt. Mijn puppy is er in ons land, door hem wie bent tevreden. Er moet een keer een wind op nij, dat is TVV!